Januari is bijna om de hoek en dat betekent goede voornemens en veel sporten. En bij sporten hoort, ja natuurlijk ook sportkleding, maar ook oordopjes. Zie hier de Rolfstone Nova Sport. Oordopjes voor de echte sporters onder ons. Dus dit zijn de Rolfstone Nova Sport. En zoals je al merkt in de naam is de Nova Sport echt bedoeld voor de sporters onder ons. Waarbij, als ik naar mijn eigen buikje kijk, ik niet echt een sporter ben. Maar ik moet me denk ik weer voor de 10e keer doen alsof ik sporten als goede voornemen heb, I guess. Maar oké, alle gekkigheid apart. Als je dus naar het design kijkt, ziet de oordopjes er vrij keurig uit. Het straalt kwaliteit uit en zo voelt het ook. De oordopjes verbinden snel en gemakkelijk met mijn mobiel. En door middel van touchcontroles op de achterzijde van de oordopjes kan je dus volume aanpassen, pauzeren, afspelen, liedjes overslaan en telefoontjes opnemen. De touchcontroles werken goed en ik kan hier absoluut gewoon niet over klagen. En omdat het natuurlijk voor de sporters is, is het natuurlijk ook nog zweet- en regenbestendig. Wat ook natuurlijk een mooie toevoeging is. Het oplaaddoosje die erbij zit is gewoon, ja, weet je, het is een oplaaddoosje, wat verwacht je ook. Hier zet je je oordopjes dus weer in om op te bergen of op te laden. Er zit een magneetje in, zodat je oordopje stevig op zijn plaats blijft. Ook heb je een lampje om te checken hoeveel batterij nog in je oplaaddoosje zit. 70 tot 100% weergeeft een blauw lampje, 30 tot 70% weergeeft een paars lampje en 0 tot 30% een rood lampje. Opladen kan via de USB-C aansluiting aan de achterkant en ook krijg je nog bij de oordopjes een USB-C kabel erbij. Werkt goed, heel goed. Echt, USB-C, waarom doet elk bedrijf dat gewoon niet? Ik snap dat nooit. Goed bezig, Rolfstone, echt top. Dus hoe zitten de oordopjes nou in je oor? Ik moet zeggen dat ze best wel comfortabel zitten. Ik moest wel even wennen aan de wingtip om dit echt goed te krijgen in mijn oren. Maar ik moet zeggen, na een aantal keer proberen heb ik de vaardigheden bemachtigd. En is het geen probleem meer. En het belangrijkste uiteraard voor de sporters. Ze blijven super stevig in je oren zitten. Je kan schudden wat je maar wil. Geen doen wat je maar wil. Maar de wingtips, daardoor blijven ze gewoon lekker comfortabel in je oren zitten. I love it. Alles kan natuurlijk wel lekker zitten, maar het moet uiteindelijk ook goed klinken natuurlijk. En ik kan zeggen dat het geheel best wel goed klinkt eigenlijk. Ik moet wel zeggen dat de oordopjes wel echt meer bedoeld zijn voor de mensen die naar een goede hoeveelheid basmuziek luisteren. Dus muziek zoals hip-hop en house komen eigenlijk het beste tot zijn recht met deze oordopjes. Nadat ik de oordopjes vergeleken had met anderen, merkte ik wel dat de mids en highs minder cijfers zijn. Ik had dus wel graag een app nog willen zien waardoor ik een equalizer nog kon aanpassen om een eigen voorkeur op te stellen. Maar helaas moeten we het doen met een hele goede dosis aan bas. En dan de microfoon die op de oordopjes zitten. Ik moet eigenlijk eerlijk zeggen dat ik ze niet heel geweldig vind. Je hoort wat er gezegd wordt, maar daar blijft het ook wel bij. Hier heb je een beetje een geluidsfragment om te horen hoe het nou allemaal klinkt. Dit is de kwaliteit van de Rolfstone Nova Sport oordopjes. Ik moet eerlijk zeggen, de geluidskwaliteit is niet erg denderend. Je verstaat wat er gezegd wordt. Er is een beetje een soort van statisch geluidje op achtergrond, wat ik ook niet zo fijn vind. Maar om eerlijk te zijn, ik ben zelf niet de persoon die eigenlijk belt via de oordopjes. Zelf doe ik het altijd gewoon over de telefoon zelf. Ik weet niet, ik vind het zelf wel fijner. Dus voor mij is het niet zo heel belangrijk, maar als het voor jou belangrijk is, is het best wel een puntje misschien. En dan gaan we over op de batterijduur van de oordopjes. De hoeveelheid afspeeltijd wat je krijgt is vrij gemiddeld van de oordopjes. Als je kijkt naar de rest van de markt. 5 uren lang kunnen de oordopjes meegaan en met het oplaaddoosje kun jij je oordopjes nog weer 4 keer extra opladen. Oftewel, je kan 25 uur totaal meedoen met je oordopjes. Wat ik op zich een prima tijd vind. En dan gaan wij naar de eindbeoordeling. Ik vind de Rolfstone Nova Sport 4,5 van de 5 sterren waard. En zoals altijd vraag jij je af waarom. Ik kan eigenlijk niet zoveel klagen over de oordopjes. Ik vind de prijs van €79 dat je best wel keurige oordopjes krijgt. En die ook trouwens best wel comfortabel zitten voor tijdens het sporten. Ze zien er goed uit en ze gaan qua gebruiksduur een goede hoeveelheid uren mee. Audio kwaliteit is ook goed, maar als je bijvoorbeeld naar
klassieke muziek luistert vaak, dan moet je toch wel naar andere oordopjes kijken. Want de Nova Sport is echt bedoeld voor de B-sides. En dat is dus echt de factor naar waar je naar moet kijken. Wil je dus een lekkere dosis bas, dan zijn deze perfect voor jou. Wil je wat meer gebalanceerd geluid, dan moet ik deze helaas afraden voor jou. En dat was de video ook wel. Vond je de video leuk, behulpzaam of wat? Nou, doe dan natuurlijk het duimpje omhoog. En ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Abonneer natuurlijk voor meer. Als je vragen hebt, zit hier een reactiesectie hier beneden. Stel daar gewoon je vragen en dan zal ik mijn best doen om jou te kunnen helpen. Dus jongens, tot de volgende keer maar weer.